YouTube doet. Like deze video sneller dan dat ik van blauw naar groen ga voor een 10. Blauw. Groen. Ik heb hier twee Rainbow Friend Happy Meals. De blauwe en de groene. Welke van deze twee zou jij openen? Reageer groen of blauw met je keuze. Ik ga natuurlijk voor blauw. Oké, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig, maar daar gaan we. Wat is dit? Volgens mij is dit ooit slime geweest. Alleen, dat is het niet meer. Misschien is dit blauw geweest, die zo lang in de Happy Meal heeft gezeten, dat hij nu veranderd is in dit. Check de binnenkant. Lijkt een beetje op SpongeBob die beschimmeld is. Oké. Het volgende. Dit voelt satisfying. Ben je serieus? Ik voel nu al de verleiding om dit open te knippen. Alleen ik moet ook nog kijken in de groene Happy Meal. Dus nu even niet. Is dit een sticker of zo? Dit lijken wel op alle monden van de Rainbow Friends. Dat is blue, dat is paars, dat is groen en dat is oranje. Creepy. Het volgende is een ballon. Ik heb geen zin om hem op te blazen. Ik voel iets ronds. Oké, ik ben benieuwd. Ik ben serieus een beetje zenuwachtig. Ik ga het proberen boven de doos te breken. Oh, snap. Wacht, wat? En natuurlijk is het een blauwe. En dan zit er nog één ding in. Is dat meer slime? Oh ja, dat is waar ook. Paars is de beste vriend van blauw. Dus daarom waarschijnlijk dit. Ik probeer het dicht te doen, maar... daar ben ik te laat mee. Een cijfer. Een 8. Maar dan is het nu tijd voor groen. Vreemd genoeg vind ik deze eigenlijk nog enger om open te maken. Groen is namelijk de enige Rainbow Friend die niet kan kijken, maar mega goed kan luisteren. Dus misschien moet ik eerst horen wat erin zit. Ik hoor niks. Oké, let's see. Oh, gast, wat? Oh my gosh. Is dat een tong? Dat is waar ook. Groen heeft een super lange tong. Dus wij hebben zijn tong gekregen. Nice. Dat ziet er echt eng uit. Selfie time. Oké, het volgende is... oh, natuurlijk. Ik vind deze eigenlijk wel mooier dan de blauwe. Ik bedoel, het lijkt wel alsof er een soort van goud in zit. En dan het allerlaatste... serieus. Alsof ik nog niet genoeg slime heb gezien in deze video. Oeh, wacht even. Dit voelt wel echt super satisfying. En weet je wat het mooie is? Je kunt er een bal mee maken om... om wat? Om op jou te gooien. Weet je wat ik eigenlijk wel mis? Een Happy Meal van rood. Rood is de maker van de Rainbow Friends, is wat veel mensen denken. Dus de Rainbow Friends hebben een hoop respect voor hem. Wat nou als wij doen alsof we rood zijn en dan Rainbow Friends spelen? Zouden ze ons dan nog durven aanvallen? Of denken ze dan dat wij hun baas zijn? Tijd voor een experiment. Dat was cool, hè? Draaide zo van... let's go. Aanschouw rood. Het is zo raar om te beseffen dat ik dit nu ben. Maar hoe reageren de Rainbow Friends? De eerste bij wie we dat gaan checken is natuurlijk Blue. Dat is namelijk de enige die je in het begin kunt tegenkomen. Het is zo raar dat ik nu blokken aan het verzamelen ben. Terwijl ik ook degene ben die je aan het einde van Rainbow Friends ziet. Namelijk rood. Doe, dit is gewoon raar. Oké, maakt niet uit. Oh, snap. Oké, wacht. Oh, hij heeft me gezien. Oké, wacht. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben. Oké, weet je, laten we er maar gewoon voor gaan. Ik doe niks. Ik ben rood. Kom maar, ik ben jouw baas. Ja, hij ziet dat toch een beetje anders. Oké, maar wacht. Blue is de grootste. Misschien heeft hij dus ook extra grote hersenen. We kunnen pas echt zeggen of dit werkt wanneer we groen zijn tegengekomen. Oh, snap. Rood zit in de doos. Rood zit in de doos. Oh, man. Oké, we kunnen snel gaan. Wacht, kan ik niet gewoon hier chillen? Voor altijd. Moeten we ook eens een keer de paarse en de oranje Rainbow Friend Happy Meal openen? Laat het in de comments weten. We zijn in de grot van oranje. En verhalen gaan dus ook dat rood degene is die deze grot voor oranje heeft laten maken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoe dichtbij kunnen we bij blauw komen voordat hij ons echt aanvalt? Oh, doe het. Ik weet het. Ik ben echt... spannend bezig. Oké, nice. Alle blokken zijn weer compleet. Maar dat betekent nog niet dat we klaar zijn. Blauw konden we niet voor de gek houden. Hij had gelijk door dat wij niet de echte rood zijn. Maar wat dacht je van groen? Groen is namelijk toch wel een hele andere Rainbow Friend. Hij kan niet kijken, wel heel goed horen. En hij ziet er compleet anders uit dan blauw. Ah, kijk hier. Ik blijf het zeggen. Het is gewoon zo raar. Wij zijn eigenlijk de creepypasta. Maar toch nemen we het op tegen de creepypasta's. Oh, snap. Dit is het moment, hè. Ik ben rood. Ik ben de maker van de Rainbow Friends. Kijk mij eens rood zijn. Hallo, groen. Ik ben jouw... baas. Ja. Hoe goed we rood ook hebben nagemaakt, ze trappen er niet in. Wat ik echt raar vind, want we lijken er toch sprekend op. Oké, we nemen het eten mee. Dat is trouwens belangrijk om te onthouden. Zodra je afgaat in Rainbow Friends, raak je alle spullen die je hebt gevonden kwijt. By the way, ik ga eventjes terug. Ik heb namelijk gehoord dat je achter dit schilderij een clue kan vinden over chapter 2. Oké, wacht even. Dan moeten we denk ik gewoon klikken. Lijkt niet te werken. Een geel papiertje. Wat moet ik nou weer met een... geel. Dat wordt de nieuwe kleur Rainbow Friend. In chapter 2? Dat zou best kunnen. Oh!
Ja, deze keer weet ik beter. Er is trouwens nog een soort van clue. Als je hier naar boven toe loopt, staat er in het rood op de muur geschreven: je maakt me langzamer. Het is in het rood geschreven. En sommige mensen denken dat rood daarmee wil zeggen dat de spelers die hem tegenwerken ervoor zorgen dat het langer duurt om zijn plan uit te voeren. Maar wat is zijn plan? Ik heb geen idee, maar we hebben wat eten. En daar is groen weer. Laten we hier naartoe gaan. Serieus, weer groen. Laten we er gewoon naast gaan staan. Hij heeft lange armen. Dat was ik eventjes vergeten. Is er niet gewoon een andere manier om te ontsnappen? Oh, ben je serieus? Nee. Oh nee. Oh nee. Oh snap. Oh snap. Oeh. We hebben letterlijk een speler ingemaakt zien worden in het begin. Als ons dat maar niet overkomt. Open. Ga nou open. Oh snap. Oh snap. Oh my gosh. Oké, wacht. Ik ga iets proberen en ik weet niet of het werkt. Maar ik ga gelijk hier de hoek om en ik pak mijn doos. Lou is niet zo slim. Wat zullen al deze spelers wel niet denken? Ze zitten letterlijk met rood in een kamer. Deze schatkist hier trouwens, dat is letterlijk iemand zijn doos. Alleen de kans dat je die schatkist unlockt is echt iets van 1%. Maar het experiment gaat door. We gaan namelijk kijken of oranje en paars er misschien wel in trappen. En geloven dat wij de echte rood zijn. Oh, kijk, deze moeten we meenemen. Hier hebben we een rood onderdeel. Hier hebben we een blauwe. Hier hebben we een gele. En weet je wat? Laten we dat hier gelijk maar eventjes inzetten. Er zijn twee manieren om oranje tegen te komen. Je kunt naar zijn grot gaan of je kunt hem geen eten geven. Of je kunt blauw hem naar je toe laten brengen. Oh snap. Ik wil eens even kijken. Is er ook een andere manier om je te verstoppen voor blauw? Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, nee, nee. Oh, snap dude. Dat ging op het nippertje goed. Dit is echt heel raar. Ik raak letterlijk groen zijn arm aan. Maar er gebeurt niks. Oh, volgens mij heeft hij hem gehoord of niet. Oh snap, ja, hij heeft me duidelijk gehoord. Oké, oranje komt eraan, dus wij gaan klaarstaan. Gaat oranje geloven dat wij de echte rood zijn? Oké, hij komt er denk ik elk... Hij gelooft het niet. Hij gelooft er niks van. Dus de enige die we nog in de maling kunnen nemen is paars. Oké, daar hebben we paars. Laten we het maar gelijk proberen. En ook paars gelooft er niks van. Helaas. Oké, we pakken de zaklamp erbij. Oh... Ik heb de laatste twee batterijen. Alleen er zit een oude bekende achter ons aan. Oh my gosh, groen is er ook nog. De uitslag van het experiment is dat we de Rainbow Friends niet voor de gek kunnen houden. Ze zien door onze vermomming heen en weten dat wij niet de echte rood zijn. Maar dat betekent nog niet dat het voorbij is. Oh my god, weet je wat? Ik blijf hier gewoon lekker chillen. De deur is open, boeit me niet. Ik ben niet bang. Nope. Oké, ik ga... Oh, nee! Oh, we hebben een glitch ontdekt. We hebben een glitch ontdekt. Oh snap. Oh, snap. Oh, snapperoni, dude. Oh, waarom voelt dit gewoon als Poppy Playtime, maar dan met iets wat nog blauwer is dan Huggy Wuggy? Oké, we gaan hier overheen. Zullen we hem verrassen hier om de hoek? 3, 2, kiekeboe. Oké, hij houdt niet van verrassingen. We gaan er maar gewoon vandoor. Oh, snap. Zo dichtbij heb ik nog nooit gezeten aan het einde. Maar, let's go. Let's go. Yes! En rood staat erbij te koekeloeren, want wij zijn het. En dit hier is wel de echte rood. Abonneer voor meer en adios.